Jullie zijn begonnen als een duo. Dat klopt. Maar pas geleden zijn jullie uitgebreid. Dat klopt. We zijn, het heeft nog een langere geschiedenis. We zaten eigenlijk eerst in de blues. John en ik in een gewone, in een Almeloos orkest. Dat heette Sjoerds Blues. En uiteindelijk hebben Sjoerd en ik een andere weg gevonden ook om de Keltische muziek wat te onderzoeken. En dat hebben we in eerste instantie met tweeën gedaan. Ik denk dat het is begonnen. Wanneer zal het begonnen zijn? In 19 of in 2015 of zo? 2014, iets in die geest. En we zijn lang met z'n tweeën doorgegaan. We hebben zelfs in Ierland gespeeld enzovoorts. En eigenlijk, het laatste jaar hebben we twee toevoegingen gedaan. De corona, die remde ons af en we wilden toch blijven musiceren. En uiteindelijk hebben we Therese Herman gevonden. En toevallig woont ze tegenover me. en aan de andere kant, hoek van de straat, hadden we een percussioniste. Dat was Cheryl Meulensteen. En eigenlijk hadden we in één keer een violiste en een percussioniste erbij. En we gingen vliegen. Van waar die verwantschap met Keltische muziek? Nou ja, goed. Die is altijd als een rode draad in mijn leven geweest. Ik zelf heb een Ierse moeder. Ze is geboren en getogen in Dublin. En ik heb natuurlijk Ierse grootouders gehad. Ik heb er nog steeds Ierse neven en nichten. En Ierland is sowieso mijn favoriete land om überhaupt naar heen te gaan. En daar komt het een beetje vandaan. En dan ben je de ferryman. Wij willen ons klaarstomen voor het theater. We hebben een klein theaterprogrammaatje gedaan. Eigenlijk ongeveer een beetje wat je nu gezien hebt vanmiddag. We proberen de mensen mee te nemen in het liedje. Wat gaat door er gewoon eigenlijk iets vooraf van te vertellen over het liedje. En uiteindelijk komen ze dan, hopen we dan dat ze de aandacht vasthouden. En eigenlijk als een stroom tot het einde met ons meegaan.